We weten waar de ontvoerder onze vriend Bob heeft opgesloten. En vandaag gaan we Bob bevrijden. Het enige is, we mogen niet gesnapt worden door de ontvoerder. Dus we zullen heel voorzichtig te werk moeten gaan. Gaat het ons lukken Bob te bevrijden zonder dat we gesnapt worden? Je ziet het vandaag. Hij deed iets. Hey, zag je dat? Dus als het goed is, zit Bob hier binnen, neem ik aan. Toch? Ja, daar lijkt het wel op. Maar wij kunnen niet onze onzichtbaarheid gebruiken, omdat elke keer als we die potion nemen, komen er allemaal particles en kunnen we niet naar binnen. Dus gaan we nu gewoon naar binnen? We mogen alleen niet gezien worden door die rode schedel. Ja, want we mogen niet meer deelnemen aan Cosmora. Nee, maar we moeten het ook. Oh, hij loopt hier. Hij loopt hier. Daar op het pad. Op het pad. Oh, hij komt eraan. Waar gaat hij heen? Komt hij hierheen? Oh, loop daar. Over de weg. Oké. Nou, we mogen dus niet door hem gezien worden, maar. Oh, we gaan snel naar binnen. Ja. Oké. Toch? We moeten opletten dat hij niet weer terugkomt, want dit is blijkbaar wel zijn uitvalbasis. Snel. Oh, kom, we moeten naar Bob. Ja, we gaan Bob bevrijden. Bobby? Bob. Wat is dit voor mega. Oh, wacht, bibliotheek. Misschien zijn hier ook wel anderen nog. Oh, er is een chest. Papier. Hier is een soort doolhof. Oh, ik kom bij jou. Ja, ik zit te kijken waar we heen kunnen, waar Bob is. Maar ik hoor ook geen Bob. Ik ook niet. Wacht, ik blijf wel even naar buiten kijken. Wat is dit voor plek? Niet hier aankomt. Oh, wacht even. Je kan hier naar boven trouwens. Waar? Kijk. Oh. Oh, wacht even. Er is geen deur. Oh, je kan hier boven. Oh, wacht. Er zitten wel overal knoppen. Hier ook. Oh, ik ben zo bang dat hij komt. Ja, hou jij hem goed in de gaten. Ik zit te kijken. Het lijkt alsof alle ladders stoppen. Bobby! Hé, waar kan hij nou zijn? Maar wacht, de toren is zo hoog. We moeten toch ergens anders in. Wacht, daar komt hij. Verstop je. Kom naar boven. Geen idee. Verstop je hierboven. Ik weet niet wat hij doet. Zag je dat? Nee. Ik hoor hem naar boven klimmen. Hij. Wat heeft hij gedaan? Deed daar iets in de zijkant. Ik weet het niet. Maar pas op, schat. Straks komt hij terug. Wacht nou maar. Waar is hij heen? Hij komt naar beneden. Oké. Oh. Waar is hij? Oh jee. Hij is weg. Ja, hij deed hier iets. Ik hoor hem hier. Ja, ik hoorde hier dat hij iets indrukte. Wat deed hij? Oh, hij drukte iets in? Ja. Het klonk als een button. Oh, wacht even. Vandaar dat al die buttons hier zitten. Jawel, hier. Oh. Wacht even. Huh? Wacht, hier is ook een. Nee, dat doet ook niet. Deze? Wacht even, ik zit er nog één te zoeken. Oh, hier is er één. Ik heb hem gedaan. Hieronder ook. Daar ik moet heb hem, Bob ik zitten. Heb hem, ik heb hem, heb je hem, heb je hem. Hier, kijk, hier Koken. Deze. Oh, oké, top. Snel. Oh. Oké, hij gaat dicht. Ik doe hem open. 3, 2, 1. Let's go. Naar boven. Oké. Hier moet Bob zijn. En dan? Oh, hier kunnen we heen. Oh jee. Oh, wat gebeurt hier? Wow. Wat gebeurt hier? Oh, ik schrok. Wat zijn dit? Dit zijn strays. En strays. Wat doet die hier? Help! Oh, ik denk dat hij iets geactiveerd. Oh, kijk hoeveel er zijn! Wow! We hebben iets geactiveerd of zo. Oh jee. Misschien moeten we ondertussen omhoog. Kan dat? Tegelijkertijd, nee, ze schieten hier eraf. Moet je ook. Oké, wacht even. Misschien moeten ze dan killen? Ik weet het niet. Staan we ergens op of zo? Wat is dit? Nee. Oh, er komen heel veel. Oh, dit zijn er echt veel te veel. Oké. Help. Hoe kan dit? Hoe kunnen we dit stoppen? Eten. Wacht, pak ook je totem erbij, hè, voor als je valt. Oké, jij bent omhoog. Nee. Oké, ik denk dat het enige is wat we kunnen doen. Laten we gewoon omhoog gaan. Oké, ik kan ze met de boot proberen te pakken. Oké, top. Oké, het is nu rustig. Het is rustig, rustig, snel. Naar boven. Snel. Ga jij voor? Jij bent er beter in dan ik. Pas op voor deze zijkanten. Oké.
Zijn hier nog zwees? Nee, volgens mij niet. Oh, ik val bijna. Oppassen. Het gaat nog net goed. Oké. Okay. Oh, wat een chaos. Waar zijn we nou weer? Waar is Bob nou? Ik weet het niet. Hey, wat was dat, joh? Oh, ik hoor de boekenkast. Daar is hij. Hij loopt hier. We kunnen niet meer omhoog. Hier omhoog. Kom omhoog. Oh, ik zag hem omhoog lopen. Kom, schat, we moeten snel zijn. Wat is dit? Ik weet het niet. Hé, dit lijkt op wat we eerder zagen. Bij het schip. Ja. Oh, ik hoor hem omhoog. Laten we erin gaan. Oké. Okay. Hij komt omhoog. Oh, we gaan omhoog. Oh jee. Bobby! Bobby, help! Oh jee, kom snel omhoog. Bob is hier. Bob. We hebben je gevonden. We gaan je bevrijden, Bob. Ja. Gaat alles goed, Bob? Bevrijden? Bub heeft helemaal aardappels gekregen van deze aardige man. Oh, gelukkig maar. Dat is wel fijn om te horen. Nou, het is fijn dat hij aardig is, maar hij mag ons niet zien en we moeten jou bevrijden. Nee. Als dat niet lukt, dan worden wij niet toegelaten op de school. Maar de aardappels dan? Ik heb aardappels. Bob, we hebben geen tijd. Je krijgt heel veel aardappels. Yes. Die nemen we mee. We hebben nog veel meer thuis. Kom snel, we moeten hier naar beneden, toch? We moeten hier uit. Kunnen we hier uit? Er is hier water. Bob, als je meekomt en je springt in het water, krijg je 200 aardappels. Bob krijgt meer aardappels. Bob, die komt meteen mee. Bob. Oké. Hij deed een 360, maar wij gaan mee. Kom op. Oh, jeez. Ik ben zo blij dat jij totems hebt meegenomen. Bob, kom snel. We moeten hier weg. Oh, als wij die totems nog nooit geloot hadden. Oh, nee. Het wordt alweer dag. Oh, we moeten snel zijn. Als ze nu nog worden gezien, dan mislukt het. Dan telt het alsnog niet. En we moeten voor de derde zonsopgang er zijn. Oké. Oh jeetje, dit is al de tweede. Yep. Oh jee. Dit was echt... Kom op, doorlopen. Top. We moeten echt opschieten. We moeten doorlopen, Bob. Ik ben echt heel bang dat hij ons nog gaat volgen. Hebben we het gehaald? Ik weet niet wat onder bevrijden valt. Misschien als we hem thuis hebben? Kan Bob zwemmen? Bob, kan je zwemmen? Wat? Three sixties! Let's go, Bob. Oh man, ik ben wel blij dat ze hem hebben gevonden. Ik maakte me wel zorgen. Oh, maar hij is wel verwend. Je bent echt verwend met aardappels, volgens mij. Echt, maar dat is wel fijn om te weten dat die testen, hoewel het natuurlijk eng lijkt, hebben ze wel Bob goed behandeld. En daar ben ik wel blij mee. Ja, zeker weten. Zullen we hem naar zijn kamer brengen? Want dat is natuurlijk de plek waar hij denk ik uit ontvoerd is. Misschien dat het moment is dat hij inderdaad bevrijd is. Precies. Kom, Bob. Jongens. Heb jij nog voldoende aardappeltjes bij je? Ik heb voldoende aardappeltjes. Okay. Maar we kunnen het sowieso nog even voor hem gaan verbouwen. Ik heb ook heel veel. Kijk nou hoe rood het is. Dat had ik die avond helemaal niet gezien, joh. Jeetje. Bizar. Ik neem snel nog een paar mee. Ja. So... Oh, we hebben natuurlijk hier ook nog op de farm. Oh, dit is wheat geworden. Oh, laat het maar niet zien aan hem. Kijk nou. Nee. Pop. Oh, vind je het mooi? Ik hoop het niet. Nee, oké. Ja, ik vind het ook wel meevallen, Bob. Maar misschien als jij ons in de toekomst kan helpen, dan kunnen we dit weer een beetje herstellen. Want ik neem aan dat nu, als we deze test succesvol hebben gedaan, dat dit weggaat of zo. Ja, toch? Het lijkt me toch wel dat het schoolhoofd dit gaat repareren. Hij kan het niet zo achterlaten. Nee, dat hoop ik ook niet. Oh, maar laten we in ieder geval... Binnen. Precies, want we hebben helemaal geen tijd. Even kijken. Iedereen is hier veilig. Ja, top. Geen andere dierbaren kwijt. Oh, ik zal trouwens wel eventjes hier nog een paar aardappeltjes fixen. Eigenlijk. Dat weet ik niet. Heb jij Kommer gezien? Misschien vraag aan Bob of die weet waar die is. Weet jij waar Kommer is? Ja? Ja? Oké. Nou. Oh, oké. Gelukkig. Dan heeft hij waarschijnlijk ergens gewoon... een ommetje laten doen. Heb je voldoende aardappeltjes? Ik heb voldoende aardappeltjes. Okay. Ik heb hier sowieso al heel veel aardappels. Gelukkig. Zo, en we hebben speciaal voor jou. Kijk eens eventjes.
Ja, ik heb ook nog heel veel, Bob. Kijk eens. Hier zijn potatoes en hier zijn potatoes. Precies zoals we zeiden. 200 potatootjes voor Bob. Ja, dankjewel. Wordt lekker. Bub gaat ze er meteen bakken. Durg. Durg. Durg, Bob. Succes met bakken. Ik hoor ook gewoon dat hij legit al meteen instopt. Oh jee. Wat een toppertje. Nou, Bob veilig. Dat is toch wel even een fijn gevoel. Jeetje, dat was wel echt heftig. Die soort van rode... Wat zei je dat het waren? Die ja, rode strays. Skeleton? Ja, maar het waren geen normale strays. Dat was echt creepy. Het was een klein beetje creepy. Maar het waren er zoveel. Precies, en we hebben het in ieder geval gered. En daar gaat het om, want ik heb het idee dat we nu de tweede test gehaald hebben. En ik ben heel benieuwd of er dan nog een test komt, een derde test. Of dat we in één keer de grote test krijgen die ons gaat toelaten, hopelijk, aan de school Cosmora. Want dan kunnen we ons magische avontuur beginnen. En ik heb daar toch wel heel erg zin in. Ja, ik ook. Ik ben heel benieuwd hoe dat gaat zijn. Want als we nu al zien dat deze tests hier nu bezig zijn, dan gaat dat denk ik helemaal spannend worden. Vergeet natuurlijk niet even woutershop.nl te checken voor de allervetste merchandise. En wij zien jullie volgende keer weer bij een nieuwe spannende aflevering. Tot dan, mensen. Doei. Ciao.